Ik ben Jennifer Dekkers en welkom bij een nieuwe weekvlog. Yahoo! Ik ga zo meteen weer naar huis. Ik heb mijn spullen ingepakt. Ik lijk op een heks zo. Mijn haren zo. Nou ja, oké. Kijk, mensen, ik heb dit al ingepakt zo. Jee. Mijn tas. En deze gaat even mee. Ik ga weer naar huis toe vandaag. Oké, zo kan het dus ook. Hoppa. Wee! De tweede paasdag. Zo. Deze gaat alvast hierheen. Nee. Die linker is van jou toch? Ik heb geen idee. Zo. Een lampje hier moet nog uit. Even kijken. Zo. Oké, die is uit. En dan heb ik deze tas nog om mee te nemen. Hoppa, die is zwaar. Mag die chauffeur ook gaan tillen dadelijk. Oh. Zo. Oh ja, ik moet mijn crocs nog in mijn tas doen. Jippie. Monogamie, Vin? Monogamie? Hoe gaat ie? Goed. Beetje moe? Ik was nog even een douche. Je gaat zo meteen douchen? Nou, dat mag je zelf doen. Ja, ja. En ik ga dadelijk eten samen met Vins. Oh, ja. Ja, samen met Vinsje eten. Nou, ik moet ook tegen jou weer tot ziens zeggen eigenlijk, want ik zie je straks niet meer. Of later. Nee, je hoeft toch al muziek... Of muziekje, maar je hoeft hem toch op stil te zetten of zo. Ja. Nou ja. Komt goed. Later, hè. Tot later. En jullie zien Vince aankomend weekend ook weer trouwens. Ja, want we gaan een weekendje weg. Yay! Hè? Ja, we gaan nog van Saxen. Aankomend weekend. Ja, weekend al. Hè? Is het al aankomend weekend? Ja. Gaat dat snel? Ja, het gaat heel snel. Ja, dat is mijn moeder ook erg. Hoe oud wordt mama? 60. Klopt. Mijn moeder is, heeft het al twee keer niet meer kunnen vieren, dus het is gewoon geboortedag. Van mijn moeder. Jong. Komt goed. Bij mij komt het ook goed. Ik ben gewoon zo'n stomme flap uit. Sorry people, ik ben gewoon zo'n stomme flap uit. Ja, ik zeg gewoon wat in me opkomt soms. Niet handig. Toppie. Nog een keer. Leuk. Hè? Ja, daar moet je dat gaat verder komen. Ga de andere kant op. Richting tv. En dan weer deze kant op. Het was wel leuk hoor. Ik ben thuis en ik heb zo meteen over 10 minuten ongeveer dat interview. Ik heb een interview alweer over autisme. Het is via Zoom. Ik weet niet of ik het kan vloggen. Ik ga mijn best doen. Maar nu ga ik even dit doen. Eventjes aan de ratten geven. Ook aan Honey, want Honey vindt het lekker. En ik denk dat de andere ratjes het ook wel lekker vinden. Dus dat haal ik nu een stukje vanaf. En dan kan ik dat aan ze geven. Ik denk, ja, ze zullen het wel lekker vinden. Zo, dat is wel genoeg. Ik heb heel wat stukjes eraf gehaald al. Zo, oké. En ja, de Rittens hebben hun oogjes open. Het zag er echt zo lief uit om te zien. Het was echt super lief. En ik kan ze nu even niet laten zien, want ze slapen. Ik ben blij dat ik thuis ben in ieder geval. Kom op, kooi, ga open. Dan moet je wel open gaan, joh. Zo, ja. Kom maar, meiden. Ik ga ze geven. Kijk eens. Dat is lekker. Ik hou zelf niet van witlof, maar alsjeblieft. Ja, dat is Ina Zuma trouwens, jongens.
Ina Zoom is best uit de kluitengras een rat geworden. Jij ook een stukje? Lekker eten. Zo, daar ook een stukje voor jou. Hey, Yandy. Hallo meis. Ja. Hi, het oké. Okay. Je vindt het allemaal nog een beetje eng, hè? Oh, jullie hebben alles daarin gegooid. Hi meisie. Ja, wat is dat allemaal, hè? Dit is nou witlof. Ik vind het zelf niet te eten, maar eet smakelijk, Zoe. Ja, ik ben geen uithangbord, hè? Hier, alsjeblieft. Hier, oké. Ze is heel bang nog. Zij moet ook wat vaker opgepakt worden, maar ze is gewoon een beetje bang. Kan haar wel pakken, denk ik. Hi, meisie. Dit is Tokai, jongens en meisjes. Ze is nog heel bang, hoor. Ja, je hoeft niet bang te zijn. Ik doe niks. Zo. Kijk, je bent weer terug bij de anderen. Ja. Ga je niet eten? Geen zin in dit eten. Ja, ik kan jullie straks even pakken. Ik heb nu geen tijd, helaas. Ga maar lekker even eten van de witlof. Hallo, Tokai. Oh, nou, doei, Tokai. Tokai is al een stukje groter. Ze was nog een stuk kleiner toen ze hier in het begin was. Zo, de kooi gaat dicht, jongens. Of meiden. Andere keer, Luna. Andere keer. Zo, kooi is dicht. Ze hadden een hele puinzooi hier gemaakt op de grond. En dat is nu weer opgeruimd door mij. Hé, ze hebben nu eindelijk eens een keertje die walnoot opgegeten. Nou, ik ga de camera hier zo zetten. Hier zo dus. En dan zien jullie misschien wel dat ik dadelijk de camera aanzet eventjes voor de interview. We zien wel. Ik heb de vlog gestart. Yay! Ik heb de vlog even gestart. Ik ben met Vince in gesprek nu. En ik ben thuis en ik heb geen... Hoe noem je dat? Ik had eigenlijk een afspraak met de bedrijfsarts, maar dat ging niet door, want hij zou om 11:45 bellen. En op die tijd was ik nog niet thuis, maar hij belde al om 11:45, was ik nog op werk, al mijn collega's om me heen. Het was een telefonische afspraak, maar ik had ook iets van collega's hoef je niet mee te genieten van wat er gezegd gaat worden. Dus had ik iets van, moet ik nou wel of niet opnemen, dus ik heb maar niet gedaan. En even later toen ik thuis kwam, precies 12:30, normaal gesproken iets van 12:00, kreeg ik te horen van... We maken een nieuwe afspraak in de voicemail. Ik had iets van, ja, laat maar zitten. Zucht. Dus ja. En ik ben met Vince aan het praten via WhatsApp. Videobellen. Dus als Vince klaar is en klaar is om in beeld te komen, mag hij iets zeggen. Nee. Nog niet? Nee. Nou zeg. Nog niet? Je verrast me met dit, hè? Oh, ik verras je. Nou, hoi. Moet mijn haar doen, alles. IJdeltuit, je gaat toch nergens heen? Ja, ja. Waarheen dan? Weet ik niet. Oh, je weet het niet. Ja. Dat is ook positief ingesteld dan. En weet je hoeveel foto's ik heb gemaakt gisteren in totaal? Een stuk of 400. Heb je niet gelezen wat ik had geschreven dan? Jawel. 811 foto's. Oh, nu is het dubbele dus. Ja, een beetje veel mensen, 811 foto's. Plus filmpjes. Dus ik heb wel even goed mijn best gedaan met foto's maken. Of niet? Volgende keer maak ik er wel 1000. Nou, maar het was wel leuk. En gezellig. En druk. Oh, jawel. Jee! Oh ja, nog iets smakelijk vindt, want je was nog aan het eten. En wij gaan maar even verder. Ik ga misschien nog even ratten spullen halen. Alhoewel vindt mij dat afraadt, maar komt omdat ik moe ben. De kooi is een beetje leeg, zoals jullie zien. Een beetje maar. Maar ik ben aan het schoonmaken, heel erg. Ik ben echt flink bezig geweest. En ik ben nog steeds bezig. Al vanaf 12:30 hoor, maar het is nu iets van 2:30. Maar ik heb de bakken eigenlijk onder de douche gehouden en even flink schoongemaakt daar. Zonder, hoe heet het nou? Zeep.
Want als je meer zeep gaat gebruiken, hoe erger hun het vies maken. Hè, meiden? Ja, ze doen misschien heilig niks aan de hand hoor. Ze liggen allemaal lekker te maffen hier zo in die bak. Helemaal goed. Ik zal even die bakken laten zien die ik heb schoongemaakt. Die plateautjes. Even kijken, ze staan nu hier te drogen, maar ze kunnen zo meteen al wel in de kooi. Ik heb gewoon even de versproeier erop gelaten. En jullie hebben iets van, waarom heb je je haar nu vast? Nou, zodat ik niet met mijn haar klem kom te zitten in die bakken. Dus, ja. Zo, eentje kan ik alvast meenemen. Oké. Zo, oké. Daar gaat hij. Oh god. Nou, zul je afvragen waarom ik dat zei? Die sok daar, zo ben ik vergeten weg te halen. Zo. Ga jij even wieberen. Zo. Deze kan weer terug. Ik laat het even nat. Maakt niet uit, want de ratten maken het toch weer vies. Sorry voor het lawaai, jongens en meisjes. Sorry voor het lawaai. Zo. Nou, dat is alvast één. Op naar de volgende. Zo. Nou, hoppa. En daar is de andere. Zo. Die zijn weer helemaal schoon, gelukkig. Even kijken. Sorry voor het lawaai weer. Zo, nu zit hij goed. Trappetje is hier. Heb ik hier even aan hangen. Even kijken. Waar ga ik die zetten? Ga ik die daar doen? Ja, kan wel toch? Zoiets? Of niet? Nee, ik doe deze toch maar hier. Oepsie. Oké, die pak ik zo wel. Die moet ik niet hebben. Waar heb ik die andere gelaten? Hier. Deze moest ik hebben. Zo, die zit. Yay! Oh, shit. Waarom doe ik die trappetjes als eerste erin? Want de bodembedekking moet er eerst nog in. Ik blijf bezig zo op deze manier. Shoot! Oké, maar het komt wel goed met mij. Yeah. Ja, jullie zitten nu in een schone kooi. Is dat nou niet fijn? Ja. Is toch lekker? Weer in een schone kooi. Als je iets hebt, wat is dat groene? Dit is van een vliesdekentje. Daar krijg je een hele zakje van bij een bepaalde website. Dat is ook via Facebook. Ratsonmania. Kun je ook via Facebook vinden en zo. Dus dat is dus, heel erg handig. En de ratjes kunnen hier zo weer lekker genieten van een nieuwe kooi. Of schone kooi eigenlijk. Het oké. Jongens, dit is summer. Denk ik. Ja, de summer. Ik moest even goed kijken. Ja, meisje. Ze is heel bang nog. Dus hopelijk komt dat nog wel goed. Nou, de ratjes kunnen lekker genieten hier zo in de kooi weer. En ik kan ook weer even bijkomen. Ik ben echt heel lang bezig geweest. Zo, de kooi gaat weer dicht, jongens en meisjes. Oh, zit wat tussen hier. Zo. Oké, dicht. Nu zijn ze alles aan het ontdekken weer. Ik heb ze ook schoon water. Zo. Yay! Geniet ervan, dames. Ja. Oh. Zo, goedemiddag. Au. Ik bukte net even om die kabel hier goed te leggen. En ik kom omhoog en ik stoot mijn hoofd. Oh, dat deed zeer. Verdorie. Oh. Ik was wat later opgehaald voor werk. Maar ik moet nu eventjes mijn koffertje inpakken. En ik ga een weekendje weg. Oh, mijn kop. Dat doet zeer. Oh, jee. Nou, oké, koffertje. Het zal even donker zijn geweest. De zon schijnt volop buiten, maar ik ga eventjes de koffer inpakken. Gordijnen open, hoppa. Zo. Koffertje heel even op bed gooien. Huppie. Huppie. Wie? Huppie. Ja, oké.
Nou, oké. Huppa, zo. Het zal wel mooi weer worden. We gaan richting Drenthe. Naar Hof van Saxe. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is daar. Even kijken. We gaan even op mijn telefoon meekijken. Nou, het is al mooi weer nu. En volgens mij wordt het in het weekend ook wel mooi. Jee. Ja, ik zet gewoon dit neer. Nee, goed meewerken ding. Oh. Ik denk dat werkt wel. Zo. Oh, heel mooi weer daar. Alleen zondag wat minder, zo te zien. Ja. We zien wel. Nou, we gaan lekker even de koffer inpakken hoor, mensen. Zo. Mijn locatie is Amsterdam, dus daar gaan we voor. Can't wait! Ik ben bij Vince thuis. En de ratjes heb ik gebracht bij Nikita en Kimberly. Daar blijven ze tot dinsdag. Ik ga even achter van Vince aan bellen. En ik kom net van de wc af. En ik moet heel erg om Vince lachen. Omdat hij buiten zit op zijn balkon. En dat ziet er gewoon heel leuk en grappig uit. Ja. Hi! Zit de koning op zijn troon? Je moet nog wat. Ja, ik ben al komisch hoor. Hoppa, gewoon zitten. Nou, gaan we nog? Ja? Mooi. Opstaan met die hap. Hop. Ingel. Hop. Paardje ingalop. Paardje Vinnie. Paardje Vinnie. Wauw. Vinnie in galop. Hop. Vinnie in galop. Nee, Vince in galop. Toch? Ik zei hop. Vince in galop. In plaats van Vinnie. Nee, zo oud ben je niet. Wat zeg je? Ik voel me zo oud. Hoe oud voel je je dan? 83. 90. 95. Het wordt steeds ouder. 102. Nou, we gaan weer verder. Ja. Goedemorgen. Ik ben eventjes kwijt hoe laat het is. Ik denk dat het bijna 10 uur is. Maar Vince en ik worden zo meteen opgehaald door mijn schoonvader. Vince vader dus. En dan gaan we naar Drenthe toe. Maar Vince is nu aan het scheren. Dus ja. En ik ben een beetje aan het zoeken naar waar mijn camera was. Die heb ik nu eens gevonden, gelukkig. En dan kunnen we lekker op pad gaan. Yay! Wat kan ik voor u doen? Oké, dat was niezen. Nou, wij zijn bij Hof van Saxe, Vin. En wat zijn we nu aan het doen? Even wachten. De auto aan het uitschakelen. Soort van. We hebben net ijsjes gekregen. Heb je er nog eentje liggen ergens? Nee. Nou, dat krijgen jullie dus in beeld te zien, dat ijsje. We zijn nu aan het wachten tot de sleutel krijgt van het huisje, geloof ik. En dan kunnen we ons gaan settelen. Alle ramen zijn open, op die van Vince vaders kant na. Die staat niet open, die is dicht. Ik ben ook dicht gedaan. Oh, jou is ook dicht. Ik kan het niet dicht doen. Nee, er zit kinderslot op. En we zijn aan het wachten gewoon tot we ergens naar binnen kunnen. En we hebben de glijbaan al gezien, aan de buitenkant. Zeg jij ook even gedag, hallo iedereen. Hallo iedereen. Ja, nou ja, je weet zelf wat je wil. Ja, nou, welkom bij Hof van Saxe. Tot nu toe zie je alleen dit. Mooi huisje. Hallo iedereen. Nou ja, dat was het. Ik heb geen idee hoe de binnenkant er nog uitziet. Nou, dat wordt eventjes wachten. Uh-huh. Nou krijg ik het wel koud. Hoe gaan die ramen nou dicht? Nou? Alleen mijn kant dan. Want het is best wel friesjes zo. Hé, Mercedes! Wat wilt u doen? Raam dicht! Ik sluit de rolzonneschermen. Huh? Wat? Maar die zonnescherm is al omlaag. Ik sta alleen maar raam dicht. Mercedes. Zeg het maar, alstublieft. Ramen dicht. Wat zegt u? Of je worst lust.
Wat wilt u doen? Zeg jij maar, Vince. Ramen dicht. Telefoon niet beschikbaar. Radio uit! Ah, koud, koud, koud. Vince, jij moet helemaal lachen. Hallo. We zijn in het huisje en ze hebben het versierd hier, zoals jullie zien. Want jouw mama is jaren. Gefeliciteerd, Vinci! Ja, dankjewel, dankjewel. Keukentje en dan hier zo de woonkamer met een open haard. En hier is een tv, die had ik nog niet gezien. Hij hangt een beetje scheef. Ik hoop dat iedereen ervoor uitkijkt. De slaapkamers zijn boven, maar dit is wel schattig hoor. Oh kijk, zelfs een kinder zit hier, maar eentje, maar hey. Het is tenminste iets. Het is wel leuk. En, dat is ook al gedacht hebben. Waar moet daar gedacht worden? Dat is ook al gedacht hebben. Oh, koffiezetapparaat. Hier gaan Vince en ik slapen. Cute. Kamerverandering sinds gisteren. Ja. Deze kamer was ietsje kleiner, dus de kleintjes en ouders slapen daar. En we zijn nu hier en we gaan zwemmen. Yeah! Gisteren uit eten geweest. Heerlijk, dat was leuk. En nu gaan we zwemmen. Ik neem geen camera mee. Nee, ik ga niet doen. Dan bang dat ik hem kwijtraak. Of dat hij nat wordt of stuk gaat. Dat is niet de bedoeling. We gaan nog eventjes naar een speelhal. Ja, ik vind ze wel niet in beeld. Hoi, zeg eens wat. Hoi. Hoi. Wat? Wie? Wat? Wie? Wie? Waar? Hoe laat? Weet ik niet. Vijf. Te laat? Ja. Te laat? Ja. Oh, nou we zijn te laat. Yeah. Nou even kijken. Oh, daarheen moeten we. Ik loop goed deze keer. Yay! Het is een beetje druk hier. Nee? Het is een beetje druk hier. Maar het is weer leefjes, hè? Ja. We gaan nu drinken halen. Ja, drinken halen. Ja? We gaan bowlen? Nee, ik ga niet bowlen. Ja. Ik ga niet bowlen. Geen zin in. Het is druk hier. Ja. Ik moet een beetje zachtjes praten. Maar ik hoop dat jullie toch wel een beetje een leuke vlog vonden. Ook al waren. Ook al kon je niet veel zien. Ik ben met schoonfamilie weg, dus niet alles kon. Maar ik wil jullie vragen om op mijn kanaal te gaan abonneren. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende weekvlog en weekendvlog. Dus bij deze weer, tot later!